this is the energy vibration lesson for the Max Sun Moon Horizon sign for the 12th week from the month of November. The week begins from the 11th to the end with 17. Ik moet best wel zeggen, bedankt voor de stone. Now, help come in for jullie maat mensen as you been op zoek naar help. There is just so veel dat gebeurt voor jullie maak mensen. Niet vergeten te delen deze video's, oké? Okay? Sommige van jullie maak mensen is in een issue bijgekomen of connected met de issue dat heeft mee te maken met een raamleer of een boodschappenpersoon. Nou, deze mensen hebben gelogen tegen jou en nou zit je in eigenlijk some problema. Sommige van jullie maakmensen gaat gewoon dadelijk oprecht praten met iemand tussen je leeftijd. Tussen de leeftijd van 18 en 45. Je gaat echt dadelijk communiceren. En ik denk dat je wordt echt zeer pis vanwege doordat je komt achter wat deze persoon heeft gedaan. En ik heb gezien dat jullie, het is een family lid. Je was verliefd op een steenbok. En logens en bedriegen tussen jullie. Dat was in outside influence. Kom binnen tussen jullie en deze steenbok. En echt waar. Ik zie dat je zit echt keihard te praten tegen deze persoon. En zeg, hoe kan je dit hebben gedaan? Het is een family lid voor sommige van jullie. Sommige van jullie is gewoon een grand magician. Dat vindt dat hij kan wat doen en kom daarachter. Nou, dadelijk communicatie komt in. Dus jullie maak mensen gaat echt dadelijk communicatie tussen u en deze persoon. Over wat precies is gebeurd. Het heeft mee te maken met een steenbok. En een steenbok. Sommige van jullie is een steenbok. Sommige van jullie is geld. Sommige van jullie kunnen betaald worden om iets te doen. En dan kom je nou achter dat iemand heeft gelogen tegen jullie en heb je in een probleem gebracht. Sommige van jullie dat hebben een partner of je moeder. Ik denk dat deze persoon is in de ziekenhuis of jij hebt niks van deze persoon voor een tijdje gehoord. En je bent je hoop om even iets van deze persoon te gaan horen. Niks, je hebt niks gehoord. Deze persoon, ik ken een legal issue ook. Omdat ik ken je advocaat, dat je hebt niks van je advocaat gehoord. En je hoopt om iets binnenkort om te horen. Ik ken ook de energie van je moeder of ik ken een vriendin of een familielid. Maar dit is, zo het is een advocaat, je hebt niks van je advocaat gehoord. En je wil weten, hoe zit de zaak nou, oké? Okay? Sommige van jullie had een issue met de Leo. Je hebt een Leo achter jou verlaten en een Leo iets deceptief gedaan. En je gaat achter uitgevonden wat deze Leo heeft gedaan tegen jou. Vanwege dat de leukens en bedriegen. Sommige van jullie, deze Leo probeer je om te verkrachten of zo. Of deze Leo probeer iemand anders te verkrachten. En je gaat even achterkomen wie de Leo is en wie heeft dat gedaan, oké? Okay? Sommige van jullie moet innerlijke kracht gaan zoeken om een issue met de Leo. Je zoekt innerlijke kracht om een issue met de Leo op te lossen. Leugens en deceptiveness. Leugens en deceptiveness. En er is een issue met een boodschappenpersoon, oké? Okay? En whatever the leugens en deceptiveness is, je komt daar achter te vinden, oké? Okay? Je komt daar echt achter te vinden wat is precies gespeeld. Maar je krijgt help. Sommige van jullie was geconnect. Is zo, deze persoon is in je leven gekomen. Deze twee persoon is in je leven gekomen. Raamleer of boodschotten. Deze twee persoon is in je leven gekomen. Raamleer of een boodschotten persoon. En ik zie hier de energie van de zeven van Bokkel.
En dit was dat die geef je vals op. Logens en bedriegen, die geef je vals op. En heb je in een lelijke situatie gebracht. En je komt hier best wel uit. Oké, okay? Want je krijgt help uit deze situatie. Zal ik van jullie een oude man, dat is een ramlier of boodschap persoon. Dit is een persoon dat is van overseas of een ander staat. Deze man, deceptive man. Deze man is een man dat is dik bij jou in de buurt. Heeft gelogen over situatie, deceptiveness, leugens en bedriegen. Krijg jij en vraag je iets om te doen. En nou ben je teruggekomen in de issue en de situatie. En nou kom je achter wat precies is gespeeld. Sommige van jullie jonge mensen. Je komt achter de leugens en deceptiveness. Dat het gespeeld. Okay. En dit is voor de mensen tussen de leeftijd van 18 en 45. Je komt achter echt de leugens en deceptiveness dat is gespeeld. Daar was some leugens met een tweeling en een kreef. Een tweeling en een kreef en een jongen. Ik ken een Stenbach uit Kologen. En een heel leugens dat is gespeeld. En het is gecreëerd door een andere persoon dat komt buiten. Van buiten af. En iedereen is gewoon gegaan met de verhaaltje. En realiseer dat alles was niet waar. Sommige van jullie. Hou vast aan je financial stability. Sommige van jullie. Is verdriet over een financial loss. Dat is gecreëerd door deze dame. Een kreef persoon. Een vis kreef of een scorpionnetje. Jullie have gewoon verdriet over a financial loss that is created door days of a vrouw that is a fish creep of a scorpionature, okay? Okay. Sommige van jullie was verliefd op a Stenbok and a younger fish creep of scorpionature have gelogen. Daar is a rechtszaak taken. Een jonge kreef of een jonge viskreef of scorpionnetje. Leugens. Sommige van jullie, als je bent in een relatie met deze persoon, je wordt verdriet hierover vanwege dat je gaat even realiseren dat deze persoon heeft je veel geld opgelicht. Okay? Je gaat even realiseren dat deze persoon heeft je veel geld opgelicht. Deceptive. Oh god. Maar je krijgt gewoon help. Je krijgt gewoon help om deze geld terug te krijgen. Dus whatever dat is gespeeld met deze deceptive persoon. Je krijgt help om deze geld terug te krijgen. Oké. Okay? Dus whatever the issue is en wat is gespeeld. Je gaat help krijgen om deze situatie op te lossen. Dames en heren, ik kan zeggen vergevenis is de key. Maar joh, soms het is best wel moeilijk om mensen te vergeven als ze gaat van je stelen. Echt. Het is moeilijk. Het is echt moeilijk. Clarity van belief, dat betekent dat duidelijkheid komt over is je een situatie dat is gespeeld. Oké, okay? Duidelijkheid komt over een issue of a situatie dat is gespeeld. Nou de waarheid gaat even boven water komen. Dames en heren. Ik ga even zeggen tegen u. Namaste. Tot de volgende keer.